zijn je bijen en wat doe je zo? Ja, mijn naam is Nina. Mensen kennen me ook als Doornroosje. Ik schrijf teksten en ik weet niet hoe ik mezelf nu klassificeer, omdat ik ook nog niet zo lang in de scene zit. Sinds kort ben ik bezig om dat hip-hop geweest naar buiten te brengen. Je artiestennaam is Doornroosje. Van wat komt dat eigenlijk? Ik wou mijn naam op Facebook veranderen, zodat ze me niet meer terug kon vinden. Dus toen heb ik dat veranderd in Doornroosje. En dan, toen dat ik mijn eerste tekst eigenlijk heb gedropt, vond ik de tegenstelling heel cool. Doornroosje. Zo, ja, aan de ene kant leven dat hard kan zijn, aan de andere kant jij die als persoon ja, zacht moet blijven, ook voor jezelf. Dan is dat zo gegroeid. En daarom heb ik de naam gehouden, omdat ik vond dat wel nog paste bij mij op die manier. Welkom bij mijn creatieve safe space. Het is mijn caravan. Ik heb hem de mystery machine genoemd. Alles wat er hier gebeurt, is niet van de buitenwereld. Dat is hier waar ik meestal van mijn teksten schrijf of heb geschreven. Of alles schilderijen maak of met vrienden gewoon zitten chillen. Dus ja, dat is hier mijn spot. Beschrijf ik jouw stijl van muziek schrijven? Ja, dat is chaos. Als je kijkt naar mijn boekjes, dat is echt niet normaal. Dat is allemaal, het ene staat daar, het andere staat daar. En dat is omdat ik vroeger ja, eigenlijk begonnen ben met schrijven in een dagboek. En nu is dat een beetje geëvolueerd. Nou, alleen mijn teksten gaan daar ook vaak over van hoe voel ik me en hoe verhoud ik mezelf naar de wereld toe ofzo. Dat is eigenlijk gewoon constant aan introspectie doen. Dus onlangs heb je meegedaan met de Beste van het Westen, 2018, de halve finale behaald. Die ervaring voor jou, hoe voelde dat? Beste van het Westen was eigenlijk de reden dat ik zin begin met rappen. Dat was door de battle van Low G versus Sibrand, pijzen het jaar daarvoor dat dat was. En dan een jaar later mocht ik meedoen. En dat was een avond waar ik super lang naar uitgekeken had. Ik weet niet dat het super belangrijk was, maar toch zoiets van... Dat was het begin van alles voor mij. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar op voorhand werd er zo super veel gehyped. Dat was wow, het eerste ja, meisje. De sfeer zat er wel in. Ja, zo van, oh, zou je kapot maken of nee, juist niet. En ik zat er van, ah nee, maar ik heb er wel niets over gezegd. Like, ik had niet zo gedacht van, nee, wat kan meedoen, ik kan ja, nog spel hier winnen of zo. Maar de eerste battle was, vond ik echt super leuk. Dan hadden ze de tweede naam getrokken. Het was toch wel niet Sibrand zeker. Dus ik echt van, oh nee, nee, ja, het is gepasseerd. Ik echt van, ah nee, het gaat hier echt helemaal ja, de mist in gaan. Maar dan uiteindelijk, ja, tijdens die battle en de battle die erop volgde, heb ik gewoon ja, echt mijn ding kunnen doen. Maar geamuseerd en uiteindelijk wel met een heel goed gevoel over wat ik heb neergezet. Dus al kunnen verlaten, dus was, ja, ik heb me wel geamuseerd. Een beetje met die taal te spelen. Voor uiteindelijk wel je tekst als we te schrijven.